Zwieren en Zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden, De Efteling, Van Hoof Elektra en AV Emotion. Welkom in 2017. En zoals we de vorige keer zeiden, gaan we nog eventjes verder met de Tilburgse winterkermis. Ja, ik heb alle tiewe vingers nog, dus het vuurwerk is goed gegaan. Dus ik zou zeggen, ga er lekker van zitten en geniet ervan. Er staan hier verschillende kraampjes waar van alles te zien, te proeven en te doen valt. En ik sta hier naast Bo en het kraampje heet Kalm. Wat doe jij met Kalm hier op zo'n kerstmarkt? Nou, wij zijn van de Rode Pannen, daar zitten wij op school. En we zitten in het vierde jaar en we moesten een eigen product verzinnen, maken voor jong ondernemen. En we staan hier met een vaas en een lamp in één en die gaan we promoten hier. Lamp en vaas in één? Ja. Wie is op het initiatief gekomen? Ons groepje. We hebben heel lang gebrainstormd naar een product. En toen kwamen we hiermee omdat jonge mensen die wonen vaak klein, ongezellig en hebben vaak weinig geld. En toen dachten wij, dan willen we iets maken wat weinig kost en wat multifunctioneel is. Dus daarom een lamp en een vaas in één. En dan zie ik hier een aantal folders en flyers liggen. Of tenminste formulieren die je in kunt vullen. Wat is daar de bedoeling van? Nou, je kunt bij ons een formulier invullen als je interesse hebt in onze lamp en vaas in één. En dan gaan wij die voor u maken. En dan sturen we hem op. En dan heb je een prachtige lamp en vaas in één. En zijn er nog opties mogelijk? Bijvoorbeeld kleursamenstelling of vorm? Of hoe gaat het in zijn werk? We hebben denim drift. Dat is de trend van 2017. Hoe? Denim drift. En dat is? Ja, van je spijkerbroek eigenlijk, die kleur. We hebben ook een geel, wit en grijs. En de vorm blijft hetzelfde? De vorm blijft hetzelfde. Het is een tijdloze vorm, dus die gaat jaren mee en past eigenlijk in elk interieur. Er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Wat kost zo'n vaaslamp? Onze vaaslamp kost €34,99. En de verzendkosten? Gewoon de normale verzendkosten. Maar je kunt het ook natuurlijk bij ons ophalen op school. Of je kunt even, als je in de buurt woont, even afbrengen. Dan zijn er geen verzendkosten. Nou, fantastisch. En jullie promoten het door gratis cupcakes? We staan hier met gratis cupcakes. Dus als je zin hebt om cupcake te komen halen, dan ben je op het goede adres. Ja, en waar staan jullie precies? Voor het 11e gebod. Nee? Ja, het 11e gebod. Ja, precies. Op de Paleisring, hè? Paleisring, ja. Nou, hartstikke goed. Ze zeggen heel veel succes en nou, we laten ons wel smaken. Hè. Cupcake gaat er altijd in. Heel veel succes. Bedankt. Het nieuwe jaar is weer begonnen en ik ben heel erg benieuwd wat de goede voornemens zijn in 2017. Vaker gaan sporten. Standaard antwoord, hè? Ja. Ja. Nee, ja, goede balans zoeken tussen privé en werk. Dat is mijn goede voornemen. Doorgaan wat ik mee bezig ben. En dat is? Niet meer roken. En proberen happy te wezen. Dat is een mooi streven. Ja, hè? Vind ik wel. Ik denk veel met vriendinnen doen en gezellig houden. Voor jou hetzelfde? Ja, veel gezelligheid gewoon. Weet ik niet, gewoon hetzelfde wat ik nou doe. Jij vindt het prima zoals het nu is? Ja.
Ga daar zo mee door, zou ik zeggen. Goed. Die heb ik niet. Nee, die heb ik niet. Helemaal niks wat u denkt dat kan beter. Nee, ik vind ik het best goed toe. Dat is een goed jaar. Ja. Ja, en ook al is het geen goed jaar, die sluiten we gewoon af en beginnen gewoon weer opnieuw. Ja, vooral gewoon blijven genieten en ook een beetje tijd voor mezelf houden. Oké, en voor jou? Ik heb er eigenlijk ook geen. Ik ben heel tevreden met wat ik nu allemaal doe en ik hoop dat het volgende jaar door te kunnen zetten. Dan hoop ik dat het een mooi jaar wordt voor jullie. Ja, dat hoop ik ook. Ik denk stoppen met roken wel en mijn school halen. Ja. Gezonder gaan eten, denk ik. Ja. En waar denk je dan aan? Nou, geen McDonald's en nee. KFC. Dat was het afgelopen jaar te veel dus. Ja. Ja, heel erg. Ja, heel erg veel, ja. Mijn man komt uit Colombia en we gaan ons in België vestigen. Dus in die zin is mijn goede voornemen om ervoor te zorgen in 2017 dat we helemaal integreren hier in de buurt. En dat hij zich op zijn plek voelt. Ik hoop dat dat goed gaat komen. Ja, dat hoop ik ook. Daar gaan we voor. Afstuderen. En hoe ver ben je al? Bijna klaar, tot juni. En denk je dat je het gaat halen? Ja, denk het wel. Minder roken, gezonder eten. Alles goed, hè? Is het afgelopen jaar niet gelukt? Ja, jawel, maar ik ook wel lekker eten. En ik werk in een restaurant, dus... Minder eten, minder vlees eten. Dat soort voornemens en zo. Wat gezonder leven, wat sporten. De bekende voornemens, zeg maar. Helemaal niks. Niks? Nee. Nee, dat heb ik helemaal niet. Is er niks waarvan u denkt, dat kan beter? Ja, gezond blijven. Dat is heel belangrijk. Ja, meer is ook niet. Dan wens ik u een goede gezondheid toe. Jijzelfde en van jullie team helemaal. Een hele goede vraag, Edwin. Begint al meteen goed, hè, 2017. Een hele goede vraag. Even nadenken. Wat zijn mijn goede voornemens voor 2017? We willen het wel dit jaar weten. Ja. Ik heb er geen. Je hebt er geen één? Ik heb er geen. Ja, nou dan laten we het hierbij. Het gaat goed zo, dus laten we het maar zo houden dan. Hè. Ik ben tevreden, dus ik hoop dat ik dit jaar weer tevreden mag blijven. Daar sluiten we mee af. We zijn weer aanbeland bij de winterbrievenbus. En we hebben gelukkig weer een aantal berichten gehad. Dus die gaan we snel voorlezen. Eerste berichtje is van Connie en die schrijft: jullie maken echt een superleuk programma, zowel in de zomer als nu ook in de winter. Helaas kan ik er deze winterkermis niet bij zijn, maar door jullie programma voelt het toch of ik erbij ben. Heel veel liefs en alvast een gelukkig 2017. Nou, wij wensen jou hetzelfde, Connie. Ja, dankjewel Connie. En blijf kijken, hè. Blijven kijken, ja, dankjewel. Dan hadden we een berichtje van Marcel, dat is een van onze collega's bij Langstraat Media. Die geeft ons ook de complimenten voor zwieren en zwaaien. Dankjewel Marcel. Volgende berichtje is van Sarel, die vraagt wat er allemaal voor attracties staan op de winterkermis. En als je naar onze vorige aflevering hebt gekeken, aflevering 4, meneer Hulligulli laat het ons allemaal zien. Die is overal langs, zoals heb ik begrepen. Heeft alles laten zien. Ja. Natuurlijk staan er ook heel veel gokautomaten en kraampjes met lekkernijen. Maar de attracties heeft hij goed in beeld gebracht. Dan even kijken. Dan hebben we nog een gebruiker genaamd Kaaskop. Die schrijft leuke video. Nou, dankjewel Kaaskop. En een duimpje erbij, hè? Een likey. Ja. Dan hadden we ook nog een heel leuke e-mail gehad van José. Die gaat John even voorlezen. Kijk. José, aan mij de eer. Ik zal hem even voorlezen. Beste Edwin en John, met veel plezier heb ik al 3 leuke afleveringen van de Tilburgse winterkermis gekeken. En ik moet zeggen, het ziet er werkelijk waar allemaal heel gezellig uit. Dat vinden wij ook, hè? We zijn toch gezellig, ja. Dat is ook leuk om te doen. Wat een goed idee van meneer Hulligulli om olieballen te bakken. Jammer dat hij van Valerie daar maar een 0 voor kreeg. Ja. Wat moet ik daarop zeggen eigenlijk, hè? Ze had toch op zijn minst toch een hoger cijfer kunnen geven voor de moeite. Vind ik ook. Ben ik helemaal mee eens, José. En dan heeft je ook nog zo'n mooi kerststukje gemaakt. Dat was ook erg leuk om te zien. Nou, langs deze weg wil ik ook nog de groeten doen aan Paul Spapens. Omdat hij al een hele hoop van die prachtige verhalen heeft verteld. En dat hij buitengewoon interessant is en de moeite waard om te kijken. Daar zou Paul vast en zeker blij mee zijn. Dat weet ik wel heel zeker. Paul, deze is voor jou dan, hè? Nou, dankjewel Paul en ga zo even door met je mooie verhalen. Nou, verder nog de groeten aan Valerie en Jeffrey. Tussen haakjes, als die er ook bij is.
Als jij inderdaad zoveel afleveringen hebt gezien, dan moet je ook tot het eind kijken naar de aftiteling. Want dan had je kunnen zien dat Jeffrey de winterkermis niet bij is. Die moet gewoon werken, dus die is niet bij. Maar Valerie wel. Bij deze Valerie de groeten van José. Ik wens jullie nog heel veel succes met de volgende afleveringen. Met vriendelijke groeten van José Slange. Hartstikke top. Over Pauls Papers gesproken. Daar gaan we nu naar kijken. Dag dames en heren. U vraagt zich natuurlijk af, wat doet die Pauls Papers met zijn drie koningen outfit hier bij Zwieren en Zwaaien? Nou, dat is eigenlijk de schuld van Zwieren en Zwaaien zelf. Dat is het bekende Tilburgse kermisprogramma. Die dus elk jaar aandacht besteedt aan de Tilburgse zomerkermis. Maar dit jaar organiseert Tilburg een winterkermis. En ook daar besteedt Zwieren en Zwaaien dan aandacht aan. En ze vroegen aan mij, Paul, wilde jij iets vertellen over de winterfeest? Nou, dat doe ik uiteraard met heel veel plezier. En ik heb het al over van alles gehad. Ik heb uitgelegd van wat winterfeesten zijn. Dat er vooral bedelfeesten zijn. Ik heb het gehad over drie koningen zingen. Ik heb het gehad over koosje koosje. Ik heb het gehad over het bespelen en het maken van de rommelpot. En ik wil het nu eens eigenlijk hebben over kerstmis zelf. He, dat belangrijke feest. He, van een feest wat ver teruggaat voor het begin van het christendom. Dit feest is dus veel ouder dan 2000 jaar. Maar goed, het is een christelijk feest geworden. En net als met drie koningen zingen is het een interessant verschijnsel dat het verhaal erachter vergeten wordt. Er zijn er maar weinig mensen die weten waar drie koningen vandaan komt. En zo zijn er ook steeds minder mensen die weten van het kerstverhaal. Dat ga ik hier nou natuurlijk niet vertellen. Maar het is wel interessant om er even bij stil te staan. Je kunt je ook afvragen als mensen tegenwoordig kerstmis vieren van wat er dan wordt gevierd. Wordt er dan dat traditionele christelijke feest gevierd van de geboorte van Jezus? Of is het meer een familiefeest? Ik denk dat laatste. Is verder niks op tegen. Het is goed om met elkaar samen iets te vieren. Maar het is tegelijkertijd ook interessant om daarop te wijzen. Ik denk dat het nog sterker is dat er tegenwoordig minder kerstmis wordt gevierd, maar meer het plaatsen van de kerstboom. En de kerstboom, dat is ook heidens. En het is door de protestanten dat dit hier naartoe is gebracht. In de jaren 50 van de vorige eeuw, toen ik nog jong was, werd er vanaf de preekstoelen, zeker in de dorpen rond Tilburg, door de pastoors gepreekt tegen het plaatsen van een kerstboom. Want het was heidens en het was iets van de protestanten. Dus in de jaren 50, zo'n 50, 60 jaar geleden, was het absoluut niet gegarandeerd dat iedereen een kerstboom in zijn of haar huis had staan. Dat is naderhand allemaal veranderd. En tegenwoordig een kerstmis zonder kerstboom, dat kun je bijna niet meer voorstellen. En in die kerstboom, die is dus ooit in Tilburg en omgeving en in Waalwijk terechtgekomen. De eerste kerstboom in Tilburg is in het begin van de 19e eeuw geplaatst door een Duitse familie die traditie vanuit Duitsland had meegebracht. En toen die kerstboom in Tilburg in die huiskamer stond, zag het zwart van de Tilburgers die door de raam stonden te kijken om naar dat bijzondere wonder te kijken. En dat kun je vergelijken met de komst van de kleurentelevisies. Toen de kleurentelevisies kwamen, toen werden dus door de slimme ondernemers in Tilburg en Waalwijk, die dus radio's en televisies verkochten, werden kleurentelevisies in de etalages geplaatst om de mensen te laten zien hoe prachtig het toch was, een kleurentelevisie. En ook daar zag het toen zwart van de mensen voor die etalages. Dus ergens lijkt dat een beetje op elkaar. In die kerstbomen, daar moet, als het goed is, moeten daar kerstballen in hangen. En kerstballen, die zijn ook heel erg oud. Opvallend aan kerstballen is natuurlijk dat die blinken. Dat je er als het ware zo jezelf in kunt spiegelen. En dat heeft te maken met het oude gebruik of het oude bijgeloof. Dat iets wat spiegelde het gevaar verjaagde. Want men dacht, als het gevaar, het kwaad, in zo'n bal kijkt, dan schrikt hij van zichzelf. Want het kwaad ziet er altijd ontzettend slecht uit.
En dan schrok het kwaad van zichzelf en vluchtte weg. Tot voor de Tweede Wereldoorlog stonden in heel veel Brabantse boerderijen zogenaamde heksenballen. Die zagen er hetzelfde uit als kerstballen in huiskamers. En die waren ook bedoeld om het kwade te verjagen. Tot zover mijn verhaal over de kerstviering en de kerstboom. Houdoe! Happy New Year, lieve kijkers van Zwieren en Zwaaien. Daar zijn we dan weer in het nieuwe jaar. Ik wens je allen een gelukkig 2017. En ik sta hier gelukkig naast Wessel en die is ook heel erg blij. Want je hebt het nieuwe jaar goed ingeluid, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, ik ben nog steeds een beetje van aan het bijkomen, maar ja, het is goed gevierd inderdaad. Ja, en we gaan even door met vieren, want het gaat het jaar goed inluiden. En champagne hebben we al genoeg opgedronken. Een echt winters product, dat is de... Glühwein. De glühwein, u hoort het goed, de glühwein. Dat is een warm wijntje. Ja, klopt. Wordt klaargemaakt met stukjes sinaasappel. Er zitten ook bepaalde kruiden in om het ja, lekker op smaak te maken. En ja, het wordt natuurlijk warm verkocht. Ja, want het is koud. Ja, nou ja, een lekker warme beker glühwein, dus gaat er wel in. Ja, nou, wij gaan kijken hoe dat het gemaakt wordt, hè, want wij willen alles weten en alles proeven, dus loopt u mee. We staan hier in het hokje, gezellig met z'n tweetjes, meneer Wessel en meneer Le Gulli. Meneer Wessel, wat doen wij hier in het hokje? Nou, we zijn hier een beetje te koukleunen. Dus... Ja, precies. Maar ja, dit is mijn station voor de komende weken. Toch geen eindstation, hè? Nee, gelukkig niet. Nou ja, ik heb hier eigenlijk twee pannen staan. Eentje met warme chocomel en met glühwein. En daar kopen we voor, hè? Voor de glühwein. Voor inderdaad. Ja, we hebben ook een grote kamadranja voor de kleine kids. Ik heb hier een mooie emmer staan met stokjes en marshmallows. Oh, lekker marshmallows. Ook zometeen lekker marshmallows maken, hè? Dat kan je wel nagaan. Want daar zit ook nog een hele procedé aan vast, hè? Dat maakt niet te lang in het vuur, hè? Nee, zeker niet. Nee, want dan was ze zwart, dan was het niet meer lekker. Wat worden ze? Ze verbranden. Oh, dan worden ze zwart en dan was het niet meer lekker. Nee, ze verbranden. Dat is bij de oliebollen. Als ze te lang in het vet zijn, dan zijn ze ook niet meer lekker. Ik krijg dorst, hij snapt het al meneer. Ik krijg dorst, meneer Wessel, ik krijg dorst. Dus we gaan aan de glühwein. Zit er alcohol in, hè? Ja, maar dat is ook de bedoeling, hè, van glühwein. Anders heet het geen glühwein, anders zou ik wel warme oranje kunnen pakken. Daarom drinkt hij natuurlijk ook zo aan. Huh? Nee, ik drink allemaal niet aan, hoor. Een beetje maar. Oh, dit is hij? Ja, dit is hem. En waar is dit van gemaakt, zeg je van? Van druiven. Van ja. Tuurlijk. Nog een bepaalde wijnsoort? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik kan wel even op de fles kijken voor je, als je wil. Nou, doe dat even. Wachten we even. Kijk even op de fles. Helaas. Die heb je binnen staan. Nou, ga maar even halen, dan doen wij wel even wachten op de fles. Ja, ik houd wel de wacht hier. Het is ook suiper, onbeperkt suiper zeg. Ik denk gewoon bij. Dat heeft je toch niet in de gaten, hè? Niks zeggen, het smaakt heel erg lekker. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ik hou zo van nieuwjaar, hè? Oh. Heb ik die mop wel verteld van de olifant? Dat zal nog wel. Moet je horen, dat is een heel leuke mop. Je zal maar kennen, maar hij is heel leuk. Ik zal maar zeggen, er is een olifant. Heb je toch wel eens dat een olifant is? Hè? Dat heb je toch wel eens? Nou ook weer. En die olifant die loopt op een zondagmorgen, of op dinsdagmiddag of op donderdagochtend, dat geven we even niet. Loopt hij te wandelen in een jungle. Wat zeg je nou? In een jungle? In een jungle. Afijn, hij loopt zo, de olifant, en dan ziet je ineens, ziet je uit zijn ogen, hè? Ziet je een slootje. Dus die olifant denkt bij zeggen, nou dat is even lekker makkelijk, kan ik even lekker een beetje water drinken, weet je niet? 40 graden in de jungle, dus hij gooit zijn slurp in het slootje, gaat op zijn ellebogen zitten en hij is aan het slurpen.
Lekker een beetje water drinken, weet je niet? Lekker een beetje water. Maar je hebt er geen erg in, maar in een slootje, daar woont een krokodil. Wat zeg je maar nou, daar woont een krokodil? Ja, daar woont een krokodil. Hebba, ja. En die krokodil, die ziet ineens die olifant met zijn slurf in zijn slootje. Dus je kan wel nagaan, die krokodil die denkt bij zich, ja. Oh, hij is al terug. Dag meneer Wessel. Wat zit er allemaal in de fles? Nou, dit is echt het pure de glühwein alleen. Wij doen er zelf sinaasappel bij. Ja. Kameel. Ze doen er kameel erbij. Ze doen er kameel erbij. Ik heb ook kameelrace gedaan met meneer Edwin. Kameelrace, aha. Houd even de microfoon vast. Doe maar even vertellen. Nou, oké, dit is de glühwein die we schenken. Het is een zoete rode wijn. Ja, lekker gekruid. Het is de bedoeling dat die warm gesweerd wordt, niet kokend. Dat gaat natuurlijk heel veel smaak verloren. Happy New Year! Ja, wat hij zegt. Happy New Year. Happy New Year, hè? Beter kunnen we niet starten. En we gaan ook marshmallows eten, hè? Ja, absoluut. Ja, we gaan die hebben we daar buiten staan. Gaan we even naar het vuur toe. Ik zal zeggen, stop hem er maar in, Wessel. Of wat moeten we precies doen? Je hangt in de boven. Je mag hem erin stoppen, maar dan wordt hij zwart. En dat is niet lekker. Als je hem erin stopt, wordt hij zwart. Dus thuis ook niet doen. Doe het vooral thuis niet na. Stop hem er niet in. Anders wordt hij zwart. Lekker goed erboven houden. Hang hem er goed boven. Ja. Ja. Je wil zo'n bruin getint kleurtje. Lekker. Lekker zongebrand, zal ik maar zeggen. Zo'n kleurtje wil je hebben. Ja, zongebrand kleurtje. Binnenkant is lekker zacht. Nou, ik had ook van die roze. Nou, als die zacht en roze van binnen, dat is helemaal mooi. Zacht en roze is mooi van binnen. En wat vind jij nou een goede doorbaktijd? Een minuutje of twee. Oh, twee minuten. Marshmallows natuurlijk, die zijn, ja. Zijn al zacht van zichzelf. Daarom, het is, het zijn maar marshmallows, hè? Die zijn al zacht. Nou, kijk, kom, we ruilen even, we wisselen. Als duurt het allemaal veel te lang voor mij, hè? Kijk, zo moet die. Ziet u? Zo moet die niet en zo moet die zijn. Dus dan ziet je het verschil thuis. Dan kun je het een beetje mee vergelijken, hè? Is die nou heet? Voor ik mijn lipjes ga verbranden. Nou, ik kom maar op één manier achter. Proef eens. En? Is die heet of? Nou, ik versta er niks van. Ik ga het gewoon proberen. Dit kijk je dus als je hem in het vuur houdt. Moet je niet doen. Kan hij niet tegen. Doet het thuis nooit, hangt hem er nooit in, want hij is niet meer te eten. Happy nieuwjaar, had ik jou al een gelukkig nieuwjaar gewenst? Nee, nog niet. Nou, ik wil van harte gefeliciteerd met het nieuwe jaar, hè. En dat het in alle opzichten goed jaar mag worden, hè. Goed zo. En gelukkig. Nou, vooral gelukkig, hè. Daar doen we het voor, hè. Nou, dan proosten we op. Proost, meneer Wessel. Ga er eens zelf heen, hè. Ja, doe het er even. Neem voor mij ook nog een mee. Zit zo weinig in zo'n beker, hè. Happy New Year! Kijk, daar is hij. Proost! Nieuwjaar. Happy New Year! Goed te doen zo, hè? Dat is goed te doen zo, ja. Heb je nog voornemens voor het nieuwe jaar? Ik doe even meneer Edwin aan. Heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Voornemens. Wat neem je eigen voor? Ja, eigenlijk de standaard dingen die ik ieder jaar doe. Minder drinken, meer sporten, meer... Komt niet veel van terecht, hè? Nee, inderdaad. Komt nooit iets van terecht. Dus je leert het nooit? Nee, we leren het nooit. Nou, heel veel sterkte dan het komend jaar weer, hè? De eerste drie weken. Ja, ik denk dat ik het nodig zou hebben.
Nou, daar hou ik me eigenlijk ook aan. Ik zou zeggen, de allerbeste wensen voor iedereen thuis. En tot de volgende keer. Nou, we zitten weer vol van de oliebollen en de glühwein en de champagne. En tijd voor het normale leven. Dus graag tot de volgende aflevering maar weer. Hallo, wat doe jij nou? Hé, is dit nou over het raam? Kijk hier, is dit niet over het raam? Kijk hier. Hij loopt nog, of oké. Goede voornemens. Goede voornemens, ja. 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 Dat is een... Even opnieuw. Ja, en het nieuw programma, wil zeggen nieuwe... Net er iemand voorloopt. Ja, gezellig. Ga je naar de film? Ga je film kijken? Ja. En welke film? Weet je ook welke film? Ja. Het is gezellig, hè, in de film. Jij hebt lekker warme handschoentjes aan ook, hè. Ik wacht even op het seintje van Valerie. Ja, dat was weer het seintje. Ja. Oké, goede voornemens, hè. Auto, ja. Welkom in 2000. Wacht even. Ik spuug op mijn lip. Nou, smakelijk. Jij zit lekker binnen. Ja, wij moeten heel hard werken buiten. Ja, verschil moet er zijn, hè. Nou, veel plezier, hè. Doei doei! Daag! Nou, vriend. Vrede op aarde, even zen. Oké, okay, ja, opnieuw. Ging zo goed, hè? Ja, ik ging zo goed. Dat was het beste die we gehad hebben. Nou, ooit. Ja, ja. Even. Begint dat goed, hè? En dan bam, weg is hij. Begint dat goed 2017. Ja. Lekker warm. En meneer Edwin, allemaal kou leien, hè? Achter de camera. Je hebt koud, hè? Ja, ik zie het aan je. Had je maar geen cameraman moeten worden, hè? Had je maar vak moeten leren. Ja. We mogen weer. Zwieren en zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden, De Efteling, Van Hoof Elektra en AV Emotion.